Gerard Doling heeft de Troskompas Oeuvrejaar 2019 gekregen. De zanger nam de prijs in ontvangst op het podium van het uitverkochte muziekfeest van het jaar. Zijn moeder reikte hem de award uit. Gerard Joling is, zoals de Britten het zo mooi zeggen, later than life, staat te lezen in het juryrapport. Met zijn unieke, nog immer glasheldere stemgeluid, zijn manier van performen die meer dan over de top is en zijn altijd aanwezige humor en zelfspot, is hij een persoonlijkheid waar niemand omheen kan en wil. Gerard wordt volgens de jury, die bestond uit Afrotrostisch jockey Daniel Dekker, paalsiteur van Sterren en Haal en Edgar Hamer, hoofdredacteur van Troskompas, niet alleen geroemd als zanger. Ook als presentator, vlogger of als slimme marketingstratege en natuurlijk als een van de succesvolle toppers, staat hij zijn mannetje. Het muziekfeest van het jaar vond voor de derde keer plaats in Ziggo Dome Amsterdam.